Hey mensen, Mark hier voor Dynasty met vandaag weer een nieuwe video. Een Missy Mark video met zwaar wat gameplay. Ik weet het, dit is een heel speciale video. En daarom heb jij ook alvast op dat duimpje omhoog geklikt. Super tof dat je dat doet, ik waardeer het enorm. Je ziet de SPC's die ik inlever voor de Del Piero SPC, de voortgang die ik daarin maak. Ik heb Nainggolan onder andere verkocht. En het zorgde dat ik heel wat van de SPC's ook kon doen. De Juventus SPC, die Italië, die van Sydney FC. En omdat ik wist dat toen ik Nainggolan verkocht, had ik geld voor nog twee SPC's. Besloot ik om alvast de 84 graded squad te doen en de 87 graded squad. Maar waarom deed ik dat? Je denkt van, what the fuck, het is toch logisch om eerst de simpele te doen? Nou, mijn gedachte was eigenlijk vrij logisch. In ieder geval, naar mijn mening. Sorry, ik ben een beetje ziek. En of dat is ziek. Sommige mensen zouden zichzelf dan ziek melden om dat soort redenen. Ik ben gewoon wat verkouden en heb een schorre stem. De reden dat ik die 87 graded squad al deed, was ik wist van, oké, ik heb nu de coins voor. En er komt tijdens Fubbins Unlike een SPC, waardoor al die squads weer duurder worden. Dus ik besloot het duurste alvast te doen. Je ziet wat ik betaal voor de Julian Draxler SPC en voor de Janusovic SPC. De reden dat ik Origin lever is, ik heb nu super subs die me beter vallen. Ik heb de kaart niet echt nodig dus. En daarom dacht ik van, oké. Je gaat nu gameplay zien van de Daily Knockout Tournament run die ik deed. Om Draxler te testen. En je ziet gelijk hoe ik mijn team altijd opstel met de instructies die daarbij komen kijken. Het is niks bijzonders, het is echt niet. Maar dan weet je gelijk wie ik waar zet, hoe ik het instel. Het zijn echt de meest standaard instructies. En de reden dat ik niks doe met mijn voorste vier is eigenlijk gewoon dat ik weet niet wat ik met die voorste vier moet. Ik weet niet wat voor mij werkt. Ik heb wel eens dingen geprobeerd, weet je wel. Stay forward en free roam, alleen free roam, get into the box for crosses. Ik heb voor mij dat ideaal nog niet gevonden. En op dit moment doen ze het prima zoals ze op normaal staan, dus we laten dat lekker zo. Nou, het voordeel is van deze clips is, naast dat je ziet dat Draxler echt lekker speelt voor mij, heel blij dat ik hem kon doen. En de reden dat ik hem uiteindelijk toch deed, was naast dat heel veel mensen het erover hadden in de comments. Net nadat ik thuis kwam, ik weet niet meer wat ik deed op die dag. Ik denk dat ik was gaan sporten of zo. Ik deed iets. En ik kwam thuis, ik zag Matthijs een video erover. Matthijs was super enthousiast over Draxler. Dus ik dacht, yes, laatste push die ik nodig had. Ik ga Draxler doen. Want ik wist dat hij me bijna niks kost. Ik geloof dat ik iets van 4k kwijt was met die Draxler. Je hebt de beelden voorbij zien komen, dus jullie weten het beter dan ik, want ik let er niet op, zoals altijd. Maar ik kom 3-2 voor. Deze guy was niet zo heel goed. Ik speelde gewoon nog niet zo heel best. Maar dat allemaal gezegd te hebben. Wat ik het wil hebben, want het is over de titel met de been, is mijn advies voor Fubmiss SBC's. Want ik heb gisteren gestreamd. Je kunt het kijken. De video staat opgeslagen op Twitch. Link staat in de beschrijving. En ik had het een beetje over die Fubmiss SBC's, maar specifiek wilde ik het in deze video over hebben, want dit zien meer mensen dan een livestream waarschijnlijk. Wat ik heb gedacht bij de Fubmiss SBC's tot nu toe, en dit is niet of ik ze goed of slecht vind of zo, dat is niet relevant voor nu, is als ik kijk naar zo'n Fubmiss SBC speler die er is, dan denk ik, past hij nu in mijn team in de zin van, ik kan hem echt goed gebruiken voor de Weekend League? Kan hij op termijn een basisspeler worden in mijn team? Dat is met Janusovic het geval. Of kan hij nu of lang op termijn een geweldige supersub voor mij zijn? Als hij in een van die drie categorieën valt, dan is het top, dan haal ik hem. Als hij binnen het budget valt, dat is ook de reden dat ik uiteindelijk Muriel niet deed. Want op termijn zie ik hem geen wissel zijn of basisspeler. Draxler wel, die is nu sowieso basisspeler. Janusovic wordt op den duur basisspeler. Dan haal ik Alaba en Boateng. En dan zet ik hem linker CDM met de schaduwkermisjesstijl. Ik heb zijn stats gezien, nou dat is fucking chill. Hij is klein, dat wel, maar hij zie je mij boeien. Dus hier Draxler ook weer. Draxler is heel erg fijn, vooral zijn lengte. Die lengte heb ik vooral wat aan bij doeltrappen. Weet je wel, als iemand zeg maar bij de hand denkt te doen, om hem net over je spits heen te gooien, en hij gooit hem naar waar je CAM staat, maar je CAM is Draxler, die is 1,87 meter. Ja, dat is wel welkom. Ik vind dat echt handig. Het is een klein iets, weet je. Het is niet dé reden dat je hem haalt, maar het is een mooie extra. Dat is wat je sowieso moet doen. Nou ook wat betreft hoe ik wat coins ga verdienen in de komende tijd. Want ik ben op het moment dat ik dit inspreek, kost de Del Piero SBC mij nog zo'n 300k. Ter vergelijking, op het moment dat ik maandag die 87 en 84 met squad ben, zouden de 85 en 86 squad voor Del Piero me bij elkaar nog 230k kosten. En op dit moment, als ik nu op Fubbin kijk, zouden ze me bij elkaar 273k kosten. Aanzienlijk meer, dus dat kan je begrijpen. Dat is een beetje zonde. Ik hoop op goede Weekend League Awards sowieso. Misschien wat geluk qua prijzen, hoe ze gaan stijgen en of dalen. Team of the Week 14 is al gelekt op het moment dat ik het inspreek. Jullie weten het al natuurlijk op het moment dat dit live gaat wat Team of the Week is. Er schijnt geen Fabinho te komen, geen Villena. Maar Fabinho wordt een Fitness SBC. En daar ben ik blij mee, want op een gegeven moment wil ik in een 4-2-3-1 wil ik op rechter CDM Fabinho hebben.
respect Team of the Year Dani Alves. En dan nog iets anders in iets op centerback. Ik weet niet wie ik daar ga gooien, maar dat zijn dingen die we over tijd wel merken. Misschien is Thiago Silva, die wil ik een keer... Oh nee, weet je wie ik ga proberen? Aangezien het gerucht op dit moment gaat dat ik dit inspreek, gaat dat die in vorm komt. In vorm Naldo, want hashtag Harry was super enthousiast over hem. Dus dat is een kaart die ze een keer wil proberen. Want ik ben geen pro-player, weet je wel. Dus ik heb zoiets van, als ik eens een keer een kaart zie en ik denk echt van, die moet ik echt proberen, omdat ik ook denk dat die echt goed is en ik heb gehoord dat die echt goed is, dan kan ik hem best eens een keer proberen voor een Wicked League run, weet je. Ik zie daar het kwaad niet van in. Ik kan consistent Elite 3 halen als ik op de juiste moment speel. Dat is chill, maar ik ben niet perfect. Dus ik kan best af en toe eens wat proberen om de game zo leuk mogelijk te houden. Dat is ook wat ik gisteren in mijn stream aan mensen probeerde mee te geven. Is probeer vooral FIFA te spelen als je het gewoon leuk kunt houden voor jezelf. Als jij het gevoel hebt dat de gameplay je gewoon heel erg tegen zit of je hebt geen reden om de game te spelen, speel de game dus nooit niet. Of hou het vooral even bij training voor een tijdje. Ik heb gemerkt aan mensen op Twitter en gewoon op andere sites, zoals Reddit ook bijvoorbeeld, dat als jij goede deals kan sluiten, zijn bijvoorbeeld via snipen of gewoon via het juiste investeren, dat dat ook een heel leuke manier kan zijn om FIFA te gebruiken. En dat kan je gedachten even afleiden van hoe het jou tegen zat met de gameplay op dat moment. Misschien is het een klein iets om rekening mee te houden. Nog een klein iets qua gameplay. En dit gaf een maat van mij door. En hij had vrijwel elke week Elite 3. Hij zit van school of zo. Het is geen YouTuber. Maar ik zal zijn Instagram in de beschrijving linken. Hij maakt muziek. Dus als je daar naar wil kijken, link in de beschrijving. In ieder geval, wat hij me aangaf is, want ik had het met hem een beetje over kick-off goals en zo. En toen zei hij, weet je wat je eens een keer moet proberen? Gooi hem vanaf de aftrap gelijk op Park de Bus. Want wat je dan hebt, is, mensen zijn niet gewend om... Ze zijn gewend om tegen 4 man of tegen 6 man in te moeten lopen bij een kick-off. Maar maak daar bijna 10 man van en dan worden ze opeens bang. Het enige waar je bij, als je hem op Park de Bus tijdelijk moet zetten, waar je op moet letten dan, sorry, is dat je zorgt dat je niet een longshot tegen krijgt. Maar als je dat kan verdedigen, dan zou je misschien goed kunnen zitten. Probeer het vooral, zou ik zeggen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als het zo is, doe dan vooral de duimpje omhoog. Laat mij vooral nog vragen achter die jullie hebben. Kan ik ze beantwoorden in de volgende aflevering. En dan zie ik jullie later. Yo!